maar ze is bijna over het. Vorige aflevering heb ik wel awesome geworden met de klant. Ook in het begin verloor ik in ieder geval heel veel goede items. Omdat ik stier, dat was jammer. Maar ja, ieder nadeel is een voordeel zo te bekennen. Dus ja, dat is spannend. Nou, hier heb ik dan heel veel van deze. Gewoon even deze aan toevoegen. Huppatee. Partybom. Stop eens even met de pijn doen, dat is helemaal niet meer. In zo'n groep vliegen altijd eentje die me pijn doet. Dat vind ik echt zonde, zonde, zonde. Oké, wat doen we hier? Hier moet ik gewoon zorgen dat ik ze af ga maken. Nou, in ieder geval laden heeft in ieder geval nut. Dat heb ik nu gevoeld. Tenminste, heb ik gevoeld gemerkt. Ik voel het. Diep van binnen. Mijn hart, alles. Nou, wat is deze? Dit is een trollbom. En dit zijn drie vliegen. En dat was zonde. Nou, wat fijn, joh. Rauwe lever. AP up. Dat is mooi, want daar had ik net zin in. Come on, maak mijn ding uit. Dat die dingen. Ja, dat. Hoppatee, en maak ik deze open. Wat? Jemig, kan dat nou echt niet anders? Die beesten zijn te trollend. Hoppatee, dat is mijn. Nou, die smile op de bom was het allemaal waard. Oké, dat weer. Oh nee, hier heb ik echt een hekel aan dit beest. Want deze gaat is niet lief, want hij zit in een jungle. En deze jungle is. Oké, wat doen we? Gewoon dit doen. Oh, daar staat dat hij iets achter ons spande. Het staat ook echt gewoon dat die dat soort dingen spant die in zijn. Dingen. Heel veel dingen. Gewoon vijf dingen zeg, kom dan. Spant weer twee nieuwe in. Zodat ze een half seconde niet kunnen schieten. Oh god. Weer twee die me af willen maken. En even laden en schieten, even laden en schieten, even laden en schieten, even laden en schieten, even ontwijken en schieten, even ontwijken. Och, dit is zo'n saai gevecht, dit gaat zo lang. Deze pak ik en deze. Ach, nog een hartje. Magdalene! Dat is een nieuw poppetje. Die kan bespelen. Oh, en dit nieuws heb ik gekregen blijkbaar. Maar ik zag niet wel. Interessant. Waarschijnlijk voor twee keer eeuwen van de catacombs of zo. Dat is interessant. Alles is interessant. Nou, de diepte 1. Eigenlijk is het geen eens nodig voor nog om die gouden kamers te bezoeken. Dus ja, dan doe ik dat ook gewoon weer niet, joh. Gewoon verder gaan. Nog een bom. Op de bom. Oh, kom er hierheen. Ja, perfect. Daar en twee afmaken. Vind ik heerlijk. Oké, jij. Ik weet niet dat ik hier zit, dus ik kan gewoon achter je gaan stellen. Zo van, pie. Oh, nee, ik zit hier helemaal niet, hoor. Pie. Oh, jawel, ik zit hier wel. Grapje. Helemaal kapot gaan hier. Oké, wat heb ik hier beneden? Oh, een partymomentje, wat lief. Oh, daar maak ik er twee van. Ik ben niet zo goed in vermenigvuldigen, maar ja, deze kant is hier wel een van de succes. Ja, perfect hoor. Heerlijk. Ik kan nu naar de volgende baas gaan, of ik kan een newbie zijn en ga gewoon verder. Hier omhoog, light speed. Abraham Lincoln. Ik weet niet waarom het zijn, maar Abraham Lincoln. Want ja, het is gewoon een beetje raar dat hij was vermoord. Misschien was het hele conspiracy theory of zo. Sowieso, heel. Oké, zoveel conspiracy theories hoor je vandaag de dag. Laat ik even een leuke maken over Abraham Lincoln. Ah, die hield van bier. The end. Kijk, ik heb er 7, dus 3,5 heb ik eigenlijk maar nodig. Dan kan ik namelijk dit ding gebruiken. Oh, een kaart met dubbele keys, daar heb ik niks aan. 2,5, ook kut. Nou, geef me maar nog meer. Toch bezig met voor je deze is tegenaan. Ja, joh, geef me nog een kaartje. Oké, welke kaart is dit? Temperance. Dat is een bloedbankje. Misschien komt er bloed uit. Als je besloopt. Een muntje. Dat is joh. De dubbele van mijn leven staat ook lekker. Dan een speelbaddel. Mooi. Oh, nee, daar heb ik. Die kan ik nemen volgens mij. Nee, juist niet.
Ik neem liever deze, want dat schiet lekker snel. Oké, hier koop ik de map. En niet die daar. Die wil ik eigenlijk vernietigen. Zodat hij mij niet kan vermoorden. Dat vuur er verderop, weet je wel. Ja, het duurt zo lang voordat de link kapot is. Echt een uurtje of zo. Oh, die is kapot nu. En die nog af kan. 2, 1. 1, jee. Heb jij dan niet? Ik vind het jammer dat ik echt door gokken echt helemaal kapot ben gegaan. Ik had gewoon niet meer te gokken dat het lukt. Dat kwam er niet uit. Een hartje. Kijk, ja, dus het is dat ik daar geen hartjes van krijg. Maar ja, wel jammer. Normaal had ik zo kunnen lopen. Ik bedoel, nu zweef ik. Maar als ik zou kunnen lopen, had het een schade gedaan. Die rode gast. Oké, dan doe ik het toen. En met dit ding doe ik het toen. Ja, volgens mij zit er wel verschil in. Waar zou ik heen gaan? Ik kan naar rechts gaan of naar beneden. Kan ik de gok nemen dat het daar is? Nou, ik heb in ieder geval een hartje kunnen fixen. Bij 3,5 kan ik me weer helemaal full health laten worden. Wat ook wel mooi is. En boom. Er zitten dingen. Ik heb ook helemaal weer niks aan, maar dat maakt niet uit. Juist. Dat is een oké, jammer. Wat krijg ik? Alweer geen geld. Ik bedoel wel geen leven. Niet dat ik het al had mij aan de taal. Jee, hartje. En een pilletje. Pilletje range. Voor mij vooral de maximale range. Valt mee. Maar ja, als ik schiet. Waar komt dat ding niet neer, kan je beter zeggen. Jee, mag zeggen. Ik kan geen eens een goede gouden kamer vinden. Dat vind ik echt een jammer momentje. Jammer momentje. En jammer hoor. Nou, kom allemaal hierheen maar gezellig. Boep. Dat zijn hier gewoon een hele hoop pijnige situaties. Die zijn kapot en weer een hartje op het heen. Om een heel hartje en ik kan full health worden. Ja, kom maar hierheen. Perfect. Serieus hier. Kom maar. Nee, kom maar hierheen. Perfect. Komt er maar een kistje uit. En dat is een poepin. Eén op de zoveel schoten worden dan, ja. Zoals mijn schoten nu zijn, dus ja. Nou, ik ben benieuwd wat er dan gebeurt. Gaan ze volgens mij ook gewoon de enemies heen, als ze nog erger worden. Oké. Ja, nog maar een half hartje en ik kan het al. Oh jammer, is het weer niet wat ik nodig had. Appetee. Ik heb echt gewoon zo'n hart om mijn keel, weet je zo. Lekker hoor. De Empress. Go over my night to have a curse. I agree. Wow, nu zie ik er echt slecht uit. Iets aan mijn hoofd gedaan ofzo, nieuw make-up. Maar kan altijd erger toch? Ik bedoel, je kan altijd je hoofd eraf hakken. Appetee. Ik ga straks weer die hoorn gebruiken om de... Oeh, minimap. Mans contact lens. Mag ook. En nu ben ik lang een stuk sneller en een stuk kleiner. En ik kan veel verder schieten. Dus eigenlijk vanaf deze kant kan ik nu praktisch naar de overkant schieten. Ja. Ik kan gewoon alles doen nu bijna. Als ik laat kan ik überhaupt hele sterke schoten maken. Bam. Ja, dat is eigenlijk wel mijn leven. Nu kan ik met mijn hartje, dus met mijn eenhoorn, kan ik deze gast helemaal kapot maken. Want dan kan ik hem echt helemaal kapot maken. Oh, hier ook nog een hartje. Ik ben er 3 geven. Die is mijn. Vervaardig, die hart. Yo, we hebben alles. Ja hoor, weer niks gekregen. Tegenvallers. Ja, je moet nooit tegenvallers op ingaan laten zitten, want dat gaat gewoon pijnlijk worden. Dat kost je hard. Dat is de welbekende monster 2 tactiek. Rechts. Domein links. Domein rechts. Domein links. Domein rechts. Domein enzovoort enzovoort. Gewoon wat die pedo is en een aanzienlijke correctie even van je u tegen zegt. Want dan nog maar één stukje goed ogend vlees. Als je maar niet over zijn ogen praat, überhaupt, want dat is nog erger. Zijn oog is gewoon een beetje ziekelijk. Wow, ik kan echt niet meer mis ontwijken, bedoel ik. Nou, ik heb hier nog maar één. Wat al heel goed komt, dus dat komt altijd goed. Altijd goed, want dat zei ik net, dus ja. En het is nog maar pak twee van deze hartjes. En een hele hoop pillen. Nou, geef hem wat goeds. Dit is een onbekende pil. Dit is een welbekende pil. Dit is een reetvederpil.
En dit is gewoon... Oh, damn it. Kan ik deze wel gebruiken? Beter. Dan ga ik hier kijken. Ja, daar is niks. Deze wordt altijd gemoord, I guess. En dan ben ik klaar met een bommetje. Een bommetje, zei ik. Ik heb het al zo gezegd, geen bommetje. Nou, die moeten we nog even opmaken, die twee hier. Die hebben 3 schoten volgens mij van mij nodig. En die, ja, dat krijgen ze ook gewoon. Want ik bedoel, als iemand iets van dat wil, gewoon vragen hoor. Dan geef ik het gewoon gerust. Mits het niet handig is of zo. Mits ik er eens van krijg. Krijg ik hier. Nee, dat is niet de baas. Dus wat doe ik dan? Daar zit ik zo van. Nee, dank u. Volgende verdieping. Volgende keer beter. Hey, ik heb zo voor gevoel dat de baas hier beneden zal zijn. Want dat is het verste van hier vandaan. Dus wat doe ik? Ik ga er gewoon heen. Hoppatee. Als ik dan nog twijfel. Yo, surprise. Wat is dit jammer? Hartstikke agressief worden zijn die mensen, zeg. Dit is de muntjespak. Ik weet niet waarom ik het doe eigenlijk, maar dat maakt niet uit. Hier nog eentje plaatsen. En dan hebben we daarboven. En ja, bola. En ik heb een bola. En dan je bola. Waar ben ik eigenlijk? Volgens mij zit ik nu in... Nou, een paar kleuren.